Ik ben Stan Bentvelzer. Ik ben directeur van het Nederlandse en Nationale Instituut voor Subatomaire Fysica, het NICHEF. En daarnaast ben ik hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. De ontdekking van het Higgsdeeltje werd wereldkundig gemaakt op 4 juli 2012. Ik kom uit de ATLAS-collaboratie en ik wist dus heel goed wat onze meetresultaten waren en hoe groot de aanwijzingen waren voor die ontdekking van het Higgsdeeltje. Maar ik wist nog niet wat de anderen hadden gevonden, onze sportieve wetenschappelijke concurrenten. En toen bleek die ochtend op de 4 juli 2012 dat ook zij dat deeltje hadden gevonden op precies dezelfde plek met dezelfde eigenschappen. Ja, magistraal. Het NICHEF was natuurlijk in dit onderzoek behoorlijk succesvol, want we hebben een grote verantwoordelijkheid genomen in de apparatuur die we leveren om uiteindelijk die meting te kunnen maken van het Higgsdeeltje. We hebben veel gedaan in de analyse van de meetgegevens, de botsingen, om daar dat hele zeldzame geval dat er een Higgsdeeltje wordt geproduceerd, om die daar uit te filteren. En uiteindelijk hebben wij ook als een van de eerste die conclusies getrokken dat we inderdaad een signaal hebben van een nieuw deeltje. NICHEF werkt binnen ATLAS in dat samenwerkingsverband als een van de partijen. Nederland is een relatief klein land, maar we hebben een prachtig nationaal instituut, het NICHEF, wat verschillende universiteiten met elkaar weet te verbinden. En daardoor komen we naar buiten, naar CERN, naar de discussie die daar speelt, heel krachtig over. Wat je als instituut moet nastreven, althans dat is hoe wij opereren, is dat je een focus hebt en een visie hebt die voor een lange termijn geldt. En waarin je dezelfde koers blijft varen. Soms in overleg en aanpassingen zoals je altijd in samenwerkingen wel eens wat moet geven en moet nemen. Maar wel altijd heel erg standvastig blijven in welke richting je op wilt. En dat je die kant op wil om die ontdekking te kunnen maken. Het feit dat we één instituut zijn op de derde verdieping, denken we na over de theorie. Op de tweede verdieping analyseren we de botsing. En op de eerste verdieping maken we de instrumenten voor de toekomst. En die combinatie is wel heel sterk, want daarmee kun je een visie maken over de fysica voor de toekomst, zowel als de apparatuur maken om dat te implementeren, te kunnen doen. En die analyse om die ontdekkingen te maken. Daarnaast, als je dus je resultaten naar buiten brengt, zie je dat er bij CERN verschillende van dit soort groepen zijn die eigenlijk hetzelfde model hebben en ook zij brengen hun resultaten naar buiten. Dus er is ook op een iets hoger niveau een competitie tussen ATLAS en CMS, tussen de twee collaboraties die dezelfde botsingen meten. De reden dat wij op NICHEF in dit veld van de competitie goed kunnen meedraaien is dat we een echt fantastische staf hebben. Dat wil zeggen leidinggevenden op ons instituut die weten wat er speelt en tegelijkertijd heel goed zijn aangehaakt op die universitaire wereld, waarin je promovendi vandaan haalt, postdoc-posities. Wat wij altijd heel erg belangrijk vinden in onze organisatie is talent en die nieuwsgierigheidsgedreven motivatie ruimte geven in de dingen die de mensen doen. Ik zou mensen aanraden om vooral ruimte te creëren en te faciliteren, zodat mensen in hun eigenheid, als ze die kwaliteit hebben, te kunnen laten floreren. Er blijft natuurlijk altijd de vraag hoe je dit type onderzoek voor de toekomst veilig stelt. En daarvoor hebben we funding nodig van onze financiers. En de deeltjesfysica kent een hele rijke geschiedenis waarin zij altijd heeft laten zien dat ze de belofte die ze maakt waar maakt. En daarnaast moet je gewoon een heel authentiek verhaal kunnen brengen. Heel erg gestoeld op je eigen geloof. Wij hebben altijd heel sterk uitgedragen naar de financiers. Er ligt een probleem voor ons. We weten niet of het Higgsdeeltje bestaat.
Maar als het niet bestaat, dan, dan leren we ook iets nieuws. En met die wetenschappelijke vraagstelling weet je financiers te overtuigen uiteindelijk. De vragen die nu naar boven komen na de ontdekking van het Higgs-deeltje, dan verandert eigenlijk het krachtenveld een beetje. We kunnen niet meer de troefkaart uitspelen van we zijn op zoek naar een Higgs-deeltje. Het wordt daardoor wat abstracter. Mijn geloof is dat het speelveld minstens zo spannend is, eigenlijk nog veel spannender, omdat ik vergelijk wel eens, we zijn met die botsermachine als het ware als een schip wat de oceaan op aan het gaan is, op zoek naar onbekende werelden. En de laatste anker herkenbaar punt was het Higgs-deeltje. Dat hebben we nu achter ons gelaten. We gaan nu echt de oceaan op zoek naar een wereld waarvan we niet weten hoe die eruit zal zien. Maar waarvan we wel heel erg van overtuigd zijn dat er een wereld is. Donkere materie, donkere energie, supersymmetrie, allemaal aanwijzingen in de natuur voor het bestaan van nieuwe onbekende materie. En die zouden we heel graag willen leren kennen.